Hoe moet je concurrentieanalyse doen voor streamers? Roll it! Oké! 3, 2, 1. Here we go! Welkom bij Brandschoon met de host Karsten Don en Stefan Mertes. Elke week een nieuwe ondernemersvraag, elke week een nieuw antwoord. Wow. Uh, welkom, welkom, welkom bij seizoen 2, aflevering 3. Mijn naam is Karsten. En ik ben Stefan. En vandaag gaan we het dus hebben over concurrentieanalyse. Ja, we, we hebben het ook weer opgedeeld in gedeeltes. En uh, een van de eerste gedeelten is het nou eigenlijk wel nodig voor uh, streamers. Uh, want in het traditionele marketing natuurlijk, dan uh, kom je er altijd mee, uh, heb je er altijd mee te maken. Uh, mm -hmm. Vooral omdat het uh, stukken duidelijker is. Als het om producten gaat of uh, services, diensten en uh, in de streamerwereld, ja, dan is het natuurlijk alleen maar te zien in viewers uh, en dat soort dingen. Dus uh, iets uh, minder uh, zozeer duidelijk en mensen die het gelijk doen. Dus we vonden het wel een interessante twist om daar zelf onze uh, opinie en onze mening overheen te, te gooien. Mm -hmm. Vooral ook te kijken wat we nou eigenlijk daarmee kunnen en uh, vooral wat we dat voor streamers mee kunnen. Yes. Um, nou, wat denk je er zelf nou eigenlijk van de, de, de hele verschil tussen traditioneel streaming en daar een beetje de... Is het ja, nou eigenlijk nodig? Een streamer is natuurlijk niet een traditionele beroep, maar ik zie het wel gewoon als een, als een bedrijf. Dus als, als streamer ben je al een, een merk of een, of een bedrijf. En de meeste mensen beginnen met streamen met het oogpunt van een hobby, even kijken, ja. even het water uh, testen. En dan zou je niet in één keer denken over, ja, ik ga mijn concurrenten analyseren, ik ga kijken hoe anderen het doen. Ja. Maar ik denk als je succesvol wil worden met Twitch, of ja, ik zit op Twitch uh, top of mind uh, kanaal. Maar als je succesvol streamer wil worden, dan moet je wel naar de concurrenten kijken, vind ik. Ik denk het, mo het mooie is, denk ik, het is een soort um, uh, shortcut to the top, moet ik het zeggen. Want ik denk dat het uh, de merendeels van alle streamers het namelijk niet gedaan heeft in hun, uh, hun verleden. Ja. Dat ze gewoon door wie ze zijn, daar zijn gekomen. Ik, ik kan me nou garanderen ja. dat Sroud niet uh, de, gekeken heeft naar zijn concurrenten voordat hij eruit gegooid heeft. Misschien onbewust een, een mening ja. richting gevormd. Dat je dat je vaker streamers hebt gekeken en dat je denkt van ja. Is wel wat dit was. kan ik ja. beter, dit kan ik anders. En als je dat al denkt, dan, dan ben je al onbewust met concurrentie bezig. Ja, en dat ja. is daarom het traditionele, dat het echt um, bijna een soort van checklist is die je kan afgaan. Oké, okay. mm -hmm. uh, dit moet ik anders doen, dit moet ik aanpakken. Uh, zo moet ik mijn uh, unique value point of USB uh, erop gooien. Ja. En dat zijn allemaal dingen die je, je in de normale marketings wil, de normale traditionele industrie. Ja, bij bedrijfsvoering is het uh, ja. heel belangrijk dat je naar je concurrenten ja. kijkt. En, want Stel je hebt geen concurrenten, dan maakt het eigenlijk helemaal niet uit wat je doet. Nee. Je, kan, je hoeft niet aan je prijs te denken, je ben, want je bent de enige. Je hoeft niet aan je branding te denken, want je bent de enige. Maar ja, als je, als je dus andere concurrenten hebt, moet je er wel naar kijken. Je kan niet um, cola verkopen voor 20 euro per fles, nee. terwijl alle concurrenten het voor 1 euro doen. Nee, en ja, zo is het met streamers ook een beetje. Ja, je moet wel een beetje kijken wat anderen doen, want je kan niet precies hetzelfde doen, want dan onderscheid je je niet. Nee, nee, vooral niet de, nu de, de tussenhaakjes zitten in het, ze zijn nog net niet verzadigd de markt, maar uh, zijn er nu voldoende in ieder geval mm -hmm, dat je alles zeker. maken en in de bovenkant al kan zien. Laat staan dat ze jou gevonden hebben en dat jij, uh, want uh, uniek, uniek zijn nu is uh, heel moeilijk dan wel uh, gevonden worden en daarna het kunnen uh, vertonen. Dus ik denk elk stapje dat je uh, kan gebruiken om uh, dichter naar die top toe te gaan. Uh, uh, dan moet je ook gewoon proberen te pakken en kijken of het uh, jezelf helpt. En ik denk dat een van die dingen, dus uh, concurrentieanalyse mm -hmm. daarvan is. En het is, uh, ja, misschien is het, het hele woord dan uh, misschien te beladen. Of de, de concurrentieanalyse zelf klinkt helemaal. Uh, uh, ja, het klinkt heel bedrijfstechnisch. Juist. Maar het is helemaal, ja, als je naar echt uh, traditioneel bedrijf kijkt, is het natuurlijk ook wel. Een beetje technisch, maar de uitvoering hoeft helemaal niet zo te zijn. En er zijn, het zijn gewoon handige manieren om ja. jezelf te vergelijken met de rest en kijken waar je staat. En uh, lering trekken van. Ja. Ik denk dat daar misschien, uh, wat, uh, misschien een paar makkelijke voorbeeldjes geven. Uh, sommige dingen die je bijvoorbeeld kan doen uh, mm -hmm. is uh, in je eigen. Um, categorie al kijken. Uh, je bestel, je bent een streamer, uh, ongeacht op welk platform je bent, er zijn genoeg uh, dingen uh, die je na kan kijken. Zet een stream aan en ga alleen al kijken hoe de manier is, wat zijn uh, de manier van praten. Uh, degene die mm -hmm. vertelt dit op informatieve manier, is hij volledig met het spel bezig, uh, praat hij goed met de chat, uh, vertelt hij de chat wat. En uh, al dat soort dingen is eigenlijk, ja, nogmaals, dat is ook alweer die analyse, dat is alweer bekijken Zeker. van oké, okay, hoe doet hij het? Ja. En dan kan je voor jezelf oké, okay, dit doe ik misschien verkeerd, of uh, dit kan ik aan mezelf verbeteren, of hier moet ik een unieke twist aan geven. Want stel je kijkt een spel en uh, alle topstreamers of bijna iedereen is uh, informatief aan het uh, praten en de manier waarop. Ja, misschien moet jij dan een andere twist op gooien, of, of ja. kan je niet daarin zitten omdat iedereen het al doet. Ja, geloof gelijk heb je. En um, en dat is een van de dingen die we al vaker aangehaald hebben, maar uh, een van de, de twee grootste dingen die je uh, moet bezitten is die skill of entertaining. En uh, dan dus door het kijken daarna kan je dan bepalen welke van de twee richtingen je op kan. En, het is natuurlijk al wat makkelijker bepalend als je het ene niet bent of het andere niet bent. Ja. Dus dan is het al gelijk. Ja, we hebben het vaker gezegd, er zijn verschillende metrics waar je naar je kan kijken ja. om je te onderscheiden. En we hebben vaker gezegd skill en entertaining, omdat dat ja, de grootste, grootste metingen een beetje zijn. Maar er zijn natuurlijk ook andere. En um, een, een manier waarop je jezelf kan vergelijken met concurrenten is... kijk naar je, naar je directe concurrenten. Zet, die, zet hun sterktes en zwaktes op, bij elkaar. En dan uh, kan je een soort van grafiekje maken een, uh, met een uh, matrix. En dan zet je gewoon skills en entertainment tegen elkaar. En dan ga je ze... Het is wel een beetje subjectief, maar dan plot je ze zeg maar zelf... Van, Oh ja, hij is wel heel erg skilled, maar zegt niks, dus entertainment laag. En vervolgens heb je een soort van grasveldje waar allemaal concurrenten op zitten, en dan kan jij bedenken van ja, ik pas hier. Hier is nog genoeg groen gras, tussen aanhalingstekens. Ja. Dus hier pas ik wat tussen, en dan kan je je werk om jezelf te positioneren daar, en dan heb je viewers. En um, ik denk misschien dat uh, als het moeilijk voor jezelf is te bepalen wat dan skill en entertaining is, de twee grootste uh, uh, die je tegen elkaar kan zetten in de twitch wereld of nee, je moet zeggen in de streamer wereld want de ja, een is nu even gewijzigd. Het is niet alleen Twitch, e natuurlijk. <laughs> ja, uh, de een is bijvoorbeeld de, de, de skill, is bijvoorbeeld bij Shroud. Uh, die, uh, die praat wel met chat, maar is stukken minder entertaining in dat ja. gedeelte. Uh, maar zijn skill is zo goed dat hij je, dat die, uh, je uh, weer bij je houdt en, en uh, het aantrekt. En de, de ander uiterste, nou wil ik niet gelijk zeggen dat hij slecht is. Maar uh, bijvoorbeeld Dr. Disrespect, die super entertaining is <laughs> en, en praat met het in chat chat. Ja. Uh, niet zozeer praat, maar meer zijn uh, manier van het toneelstukje. Dan vertelt hij genoeg dingen in wat ja. je super uh, houdt. En dus, uh, ook al gaat hij uh, dood, dan vertaalt hij dat naar een rage of, of mm. iets anders. Wat ja. ook al heet. Maar dat zijn die twee uitersten. En daar moet je een beetje. Dus het is moeilijk om te zeggen, joh, die die. Er ja, ja, ja. zijn natuurlijk ook middenwegen. Van, je van de bekende mensen is dat misschien het uiterste, maar ja. ik zou hem echt niet op een uiterste zetten van skill. Ik zou hem ergens in het midden gooien, want hij kan op zich best wel wat dingen, uh, Dr. Disrespect. Het is meer zo, iedereen die heel hoog is, heeft wel een bepaald level van Ja, skills. maar ik bedoel de pure entertainment value. Daarom. Ja, daar ja. ik... Entertainment is, is hoog, hoog bij hem, ja. Maar die heb ik ook niet op skill gezet. Ik zeg skill, shout, mm -hmm. entertainment, Dr. Disrespect. Ja, ja, ja. Want laten we eerlijk zijn, uh, als we kijken naar hoe, hoe goed hij is in de skill, de, is hij laag, laag. Dus entertainment hoog. Ja, dat zeg ik ergens in het midden, zou ik hem zeggen. Ja. Niet, niet eens in het midden. Ik zeg hem gewoon totaal opposite. Ja. Want ik zou alleen maar Dr. Disrespect kijken voor zijn entertainment value. Ik, zeg, okay. ik zou hem nooit aanzetten als het gaat om skill, want dan gooi ik hem op een andere streamer. Nee, nee. Maar ja, dat, is natuurlijk, dat zijn er natuurlijk maar weinig die, waarvoor echt voor skill wordt gekeken. Ja. Ik denk dat daarom uh, die, die twee dat goede zijn om te kijken van yo, ben je skill entertaining, dat zijn de twee uh, in mijn ja. ogen echt uiterst om te zien. Um, daarnaast, wat ik denk het ook wel is, omdat hij natuurlijk al, uh, het mooie van hem is dat hij. En waarom ik hem ook aanhaalde, is dat hij een, een typetje opzet een persona. Dus in mijn ogen is dat het, het, het personafire van een entertainment business. Is. Hij heeft zich zijn hele uh, levensstijl omgegooid om een persona toneelstukje op te zetten... voor zijn publiek. Uh, dus daarom zie ik hem echt... in de uiterste entertainment. Ja, een uh, goed voorbeeld, Dr. Disrespect, is dat hij... hij zijn stream wel als een, als een bedrijf behandelt. 100% ja. um, Naast nou, dat is het denk ik ook... wat ik in het begin al aanhaalde... te kijken in je categorie naar nou wat dan nou opvalt... waar mensen nou wat aan doen. Met sommige mensen hebben tactische spelletjes die uh, ze spelen. Sommige zijn echt puur... Uh, FPS, uh, skilled based. Uh, mm -hmm. Bijvoorbeeld... Uh, ik pak een S CSGO of zo uh, ja. en er zijn natuurlijk toch andere dingen uh, die daarbij zijn, maar kijk daarin van wie wat doet en kijk dan hoe, hoe goed uh, jij jezelf erin kan ontwikkelen om, om, om te kijken naar jou, de, de, de top doet dit. Mogelijk is dat een, een, een weg die jij ook uh, kan uh, belopen. Ja. Um, een stukje waar ook interessant is om naar te kijken is de bio's. We hebben zelf genoeg bios gezien en één is natuurlijk de top heeft natuurlijk wel gevuld met sponsors. Dus ja, het is leuk dat je dat gelijk wil kopiëren, maar misschien is dat niet gelijk uh, in het begin iets wat je, wat je kan doen. Als je uh, heel goed bent met uh, sponsors aantrekken, <laughs> ja. maar nee. Maar zijn andere dingen die je uh, wel kan doen die je in de bios ziet. Dus ik denk dat het belangrijk is dat je die al nakijkt van, oké, okay, wat hebben hun? Vertellen ze al genoeg? daarin. Kan ik dingen daarvan overnemen? Kan ik mijn bio uh, daarin aanpassen? En uh, mogelijk daar uh, wat uh, punten in scoren? Dus uh, het is belangrijk dat je daar ook bijvoorbeeld je social media's en dat soort dingen allemaal in kwijt kan. Want dat is een perfect moment om te zeggen: Oké, okay, uh, hier ben ik nog meer te zien. Dus uh, dat zou je heel goed kunnen kopiëren. Um, andere dingetjes, bijvoorbeeld een logo. Uh, nou, mm -hmm. ben jij meer van de, de huisstijl en al dat soort branding en dingen? Mm -hmm. En uh, logo's komen natuurlijk ook voor in uh, die wereld. Hoe uh, kijk jij daar dan tegenaan? Uh, ja, het is wel belangrijk, maar niet zo belangrijk als de echte branding. De, je hele vibe heeft vaak een thema en de, dat is wel belangrijk. En de logo moet daar gewoon een beetje op aansluiten. Maar de logo op zich is niet heel belangrijk, want een logo is het gezicht van je bedrijf. En in het geval van streamers is je gezicht het gezicht van je bedrijf. Oftewel, jouw gezicht is belangrijker dan je logo. Bij, uh, als je schoenen verkoopt, zou ik zeggen van je logo is onwijs belangrijk. Dus heel belangrijk is het niet, maar het is wel belangrijk om in lijn met je hele thema of je huisstijl een logo te hebben die er redelijk uitziet en uh, die niet afschrikt. Zeg maar. En voor de rest uh, zou ik niet te, niet te veel zorgen maken over een superduur logo. Hmm. Nee, en uh, ik denk voor de toekomst, uh, als je daarnaar kijkt, als je natuurlijk denkt in, in een lijn trekt naar je toek nee, eigen toekomstcarrière en je ziet het als mogelijk bedrijf of een, een weg naar de toekomst. Kijk dan nee, bijvoorbeeld dat je meen. wel iets bepaalt nu of later dat op bijvoorbeeld merch of zo, dat je wel verkopen kleding. Uh, ja. Zodat er niet uh, een logo opgekwakt wordt. Uh, dat er absoluut niet uit kan zien. Maar je kan ook later natuurlijk nog uh -huh. veranderen en een rebranden. Ik je kan altijd als je als je dan op, op een gegeven moment geld gaat verdienen, ja. kun je altijd nog. Um, iemand uh, inhuren om jouw hele huisstijl of jouw hele thema van ja. Twitch uh, aan te pakken. Want we weten allebei dat als we kijken naar de, de streams en het uh, maakt niet uit op welk platform je kijkt, dat de logo gewoon nog niet gezien wordt. Want je ziet, een, je ziet een, de titel, je ziet uh, een plaatje wat je speelt en je mm -hmm. ziet uh, misschien een screenshot van de game zelf. Dus het logo is dan nog niet eens te zien. Ja. En je moet er dus bijna nog voor scrollen, wil je tegenkomen. En ja, mm -hmm. merch gaat er dan belangrijk zijn uh, en dat soort zaken. Um, ik denk dat het stukje beste manier of zo misschien wel een uh, goede is. Heb jij uh, daar nog iets over? Een uh, manier waarop je concurrentieanalyse kan doen als een streamer? Uh, ja, net zoals ik het zeg, ik zie streamers echt als een bedrijf. Dus ik behandel het ook een beetje zo. En je kan heel veel lering trekken uit hoe bedrijven naar hun concurrentie kijken. Dus, uh, kan je het een beetje omvormen om het, naar een uh, praktische? Ja, om het een beetje praktisch te houden, zeg ik gewoon een paar korte stapjes die je kan uh, nemen. Dus de eerste is het belangrijk dat je een overzicht hebt krijgt, genereert. Dus kijk naar directe concurrentie, misschien ook een beetje indirecte concurrentie. Maar hoe dichter je concurrentie bij je staat, hoe belangrijker het is om naar hun sterktes en uh, zwaktes te kijken. Dus waarom zijn ze goed? Waarom hebben ze veel viewers? Of waarom hebben ze juist weinig viewers? Uh, kijk wat je van kan leren. Net zoals je net zelf zegt, zegt van uh, hun info hoe, hoe streamen zij? Uh, wat is hun echte waarde? Dus zet die dingen op papier en dat is dan je overzicht. Vervolgens wil je die overzicht verwerken en naar een positionering. En wat, met, wat ik met positionering bedoel is: hoe ga jij je onderscheiden? Dus wat ik net zei met een matrix is een voorbeeld. Het hoeft niet per se zo. Je kan ook gewoon een Excel-sheetje gebruiken en dat onder elkaar zetten. Maar voor het overzicht is een, een matrix of een ander veld uh, wel handig. Dan kan je bijvoorbeeld, uh, nou het grootste voorbeeld is skills versus uh, entertainment. Maar je kan ook andere dingen doen. Uh, uh, talkative, dus iemand die veel praat of helemaal niet praat tegenover andere kwaliteiten. Dat, dat moet je zelf een beetje invullen waarop jij denkt: hier ben ik heel sterk in. Dus ik praat graag met mijn chat. Ja. Dan, dan moet je dat als een matrix nemen en dan kun je jezelf daarmee onderscheiden. En dan ga je jezelf positioneren. Dus je zet al je concurrenten op het veld. En dan denk je van: ja, hoe wil ik mezelf op de kaart brengen en hoe ben ik anders erin? Ja, je jezelf goed profileren. Ja. En uh, als je dat hebt gedaan, moet je dus een plan maken die daarop aansluit. En bij dat plan ga je denken van, oké, okay, dit is mijn positie die ik wil innemen, wat moet ik daarvoor doen? En als je dan in traditioneel uh, bedrijfs, uh, bedrijfsvoering denkt, dan is het dus, uh, wat voor marketing moet ik gaan doen om dat te bereiken? En wat, wat moeten mijn prioriteiten zijn in het bereiken van mijn, van mijn positie? Ja. En uh, vervolgens is het een kwestie van uitvoeren. Je hebt een plan gemaakt. Een stappenplan, hoop ik. En dan, mm. uh, dan is het kwaliteit van aanvoeren. En dan, als het goed is, ga je groeien. Dus dat is eigenlijk een beetje hoe je de step concurrenten gebruikt om te, om te groeien in kleine stapjes. Hallo. Ja? Uh, begrijpelijk. En ik denk ook wel eens uh, dat het uh, soms natuurlijk als, als uh, je kijkt naar de streamers en wat je zelf zegt, jij ziet het als bedrijf en uh, sommige mm -hmm. mensen het niet zien. Um, ik denk de enige manier, als je uh, al die dingen zou moeten doen, is als je de toekomst in wil gaan daarmee. Uh, ja. En dan zou je automatisch al iets moeten doen. En ik denk dat het alleen maar makkelijker voor jezelf maakt om dat duidelijker Zeker. te maken voor jezelf. Oké, okay, ho hoe moet ik het aanpakken? Want uh, aankloten kan iedereen natuurlijk. Dus mm -hmm. misschien is er, uh, voor jezelf een paar uh, uh, traders neerzetten. Al en dan kijken van oké, okay, hoe kom ik daar en uh, wat moet ik daarvoor doen? Is dit een ideale uh, ding ja. om te doen? Ja, waar, waar je aan moet denken is van... Mensen die neigen naar compliance, dus uh, complacency. Uh, dus wat ik daarmee probeer te zeggen, van heel veel andere streamers, die nemen geen moeite om te groeien. Dus die gooien hun stream aan, dus ze vinden gamen leuk. Gooien hun stream aan, gamen, praten niet, doen niks verder. En die denken van, ja, misschien word ik wel de nieuwe ninja. Vallen in een slur, maar zo, zo van werkt routine. het. Niet. En als jij dus altijd een kleine stapje extra doet, informatie op Reddit opzoeken of zo, of in dit geval de concurrentie bekijkt. Dan heb je al een stapje meer gedaan. Dus dan win je al van heel veel. En dan sla je heel veel mensen over. Ja. ja. Ik denk um, als je jezelf uiteindelijk gaat ontwikkelen in een uh, grotere streamer. Of in ieder geval de, probeer je de voetstappen te gooien van grote streamers. is niet alleen de streambelangen aan komen naar te kijken. Maar er zijn natuurlijk ook nog meer dingen om te doen. Ja. Um, maar laat ik denk misschien een paar dingen op een rijtje zetten. Wat interessant is voor jezelf als uh, beginnend of middel of, uh, streamer. Is uh, één, de stream zelf. Lijkt me logisch. <laughs> uh, maar kijk bijvoorbeeld, uh, niet alleen wat ik net allemaal al opgenoemd heb, maar ook uh, um, hoe de vibe is. Want ik heb sommige dingen aangehaald, maar ik denk dat ik dit vergeten ben. Uh, hoe voelt het als je bij hun uh, chat komt? Uh, voelt het als een soort uh, thuiservaring? Of denk je, yo, super toxic en ik ben weer weg? Mm -hmm. uh, want dat wordt gewoon gekweekt door de, de, de streamer zelf. En dat klinkt een beetje gek om te natuurlijk te zeggen: van yo, hij is niet hetzelfde als het publiek. Logisch. Mm -hmm. Alleen het, hebben we wel natuurlijk, het publiek blijft hangen voor de streamer, dus waarschijnlijk hebben ze iets gemeen, want anders zijn die mensen ook weer weg. Ja. En dan kan je natuurlijk ook oplossen door bijvoorbeeld mods of zo in te schakelen en op die manier uit uh, te doen. Maar ja. dat is een goede manier om te kijken van oké, okay, uh, wat zet hij voor stempel neer als een, wat voor vibe geeft hij af als stream? En dit, als je dat ook wil doen, mogelijk is het goed om dan zo'n persoon te volgen, en te bekijken en, en na te doen. Um, mm -hmm. ja, ander... En dat op zich kan je het ook wel een beetje als een mentor zien. Van... Ja. Dit is een ja. beetje mijn voorbeeld hoe ik zou willen zijn. en, en dan opletten ja, En dan opletten wat zijn goede punten zijn of wat hem zo goed maakt. Ja. Ja. Of haar. De, de links mogelijk in zijn bio waar ik het net over gehad heb, maar dan ga gewoon naar wat hij doet. Ga naar mm -hmm. zijn social media, ga Schrijf naar de websites. Op. Mm -hmm. En kijk nou, wat doet hij? Nou, laten we eerst beginnen met een website. Uh, mogelijk is hij al met merch base, oh, met kleding. <laughs> het merchandise, ja. Ik weet niet hoe je dat in het Nederlands zou zeggen. Want uh, merchandise is niet alleen kleding. Het is een mokken en sleutelhangers en muismatten. Ja. Denk ik het maar. Merchandise, ja. <laughs> is dat in het Nederlands ook merchandise? Nee, ik gaan we niet weer <laughs> Laten we het op merchandise houden. <laughs> Hou dit eruit, ja, Steven. Gebruik Google, even. Google <laughs> Translate. Maar uh. <laughs> nou, in ieder geval... Uh, um, Producten in zijn eigen lijn die hij, die hij eruit gooit. En ja. uh, dat wil je mogelijk wel of niet nadoen. Maar misschien zijn er ook andere dingen die je op zijn website kan vinden. Want vaak zijn er grote. Uh, um, altijd iets meer bezig dan alleen maar op dat moment. wat ze mee bezig zijn met streamen. Er zijn natuurlijk zoveel dingen mm -hmm. voor. En, en daar gaan we waarschijnlijk later nog wel over hebben. Over voor, wat je voor en na stream moet doen en dat soort dingen. Precies. Maar ik denk uh, om een klein uh, tipje van de sluier op te lichten. Uh, de grote zijn al bezig met dat, je, dat ze, ze hun eigen persona uh, willen vertellen. Oftewel, uh, een tipje achter, of een kijkje achter de schermen, uh, vertellen hoe hun leven is. En dat soort dingen kan je allemaal op een website kwijt, maar ook op social media. En daar mm -hmm. wil ik gelijk die stap volgende zetten, is die twee combinatie van dat je meer te weten krijgt over de streamer. En dat is het hele ding. Gaat de ja. stream uit, wat valt er nog meer over die uh, persoon te, te bekijken? Social media, dingen eruit gooien, kijken in zijn gedachten, a.k.a. Twitter, wat, wat zegt hij allemaal, is hij daar mm -hmm. ook grappig in of is hij een totaal andere persoon uh, en dat houd je natuurlijk ook uh, daarbij. Um, en dat is eigenlijk omdat, uh, YouTube niet vergeten, een van de grote dingen, mm -hmm. want stopt het video daar op uh, de stream, dan kan je de video verder kijken op, ja. op YouTube helemaal uh, ja, voor Nederlandse uh, streamers de meeste streamers verdienen uh, minstens zoveel geld als het niet meer is uh, met de YouTube filmpjes yeah. die ze van hun stream halen of andere content die ze daar plaatsen Alsof, we hebben natuurlijk uh, in het vorige seizoen over videomarketing gehad en uh, content marketing mm -hmm. dus dat soort dingen kun je altijd nog nakijken als je daar vragen over hebt yeah, yeah. maar sommige dingen daarop is altijd nog oké okay, maar doet hij daar hetzelfde zoals op zijn stream of vertelt hij daar nog meer over mm -hmm. is hij wel echt de guru die jij denkt dat hij is en uh, dat soort dingen is allemaal interessant om te zien en mogelijk had je nog meer bij hem om te zeggen, oké, okay, yeah, niet alleen dat, maar dat ook en dat. Ja. Maar uh, YouTube is superbelangrijk. Um, of een gemiste kans. Dan kan je denken van, ja, oh, ja, dat moet ik doen, want ja. hij is misschien heel erg informatief op zijn stream, maar daarnaast heeft hij geen uh, infographics ja. of geen filmpjes waar hij dingen uitlegt voor, voor daarna. Okay, en dan kan jij, jij kan jij dat wel doen. Ja. Ja. En dat is het. Ik, denk het, ik, ik noemde allemaal goede dingen op van, van de andere persoon. Gewoon puur met het feit is dat mm -hmm. jij kan dat ook kan doen. Of beter. Ja. Of mogelijk zit je met andere mensen te concurreren die het helemaal niet hebben. Dat betekent dat je helemaal een stapje voor ligt. En eigenlijk is het gewoon een beetje um, uh, veel afkijken wat anderen doen. Een beetje um, beter goed gejat dan slecht verzonnen. <laughs> uh, een idee. Ja. En dan probeer daar je unieke kijk op te kweken. Dus het wil niet zeggen dat je echt alles jat en precies doet wat hij doet. <laughs> Uh, dat is onnodig, want je bent jezelf en je moet ook zijn. Dat is het plagiaat. Ja. ja. Maar uh, zorg ervoor dat je de belangrijke dingen eruit haalt en dan daar je unieke twist door uh, gooit. Um, ik, ik denk dat het eigenlijk daarover wel belangrijk is. Ja. Sowieso als een tip wil ik wel geven. Maak gewoon op YouTube extra content dan alleen maar op je stream highlights. Ik denk dat dat, mm -hmm. uh, ongeacht of ik het al eerder gehad heb of over later, dat ik het nog een keer ga zeggen. Dat ja. is een ding die altijd nog wel terug gaat komen. Ja, het is niet superveel extra moeite en het levert je zoveel meer op. Dus. Ja. Had je daar nog meer dingen over? Over dat gedeelte? Over het, uh... over het gedeelte van YouTube? Nee, over streamers. En ik denk misschien als een advanced tip bijna nog is: uh, uh, kijk gewoon direct naar de top. In plaats van naar Nederlands, ga gewoon ook naar Engelse uh, ja. markt kijken. Want ja, die is zeker. natuurlijk nog uh, vele malen groter. en uh, nou, misschien. Mh, nou, niet misschien. De grootste hebben natuurlijk mm -hmm. al een marketingsteam achter hun. Ja, zeker. Dat komt puur met het feit op dat ze gewoon geen tijd meer hebben om voor andere dingen. Die zijn waarschijnlijk zo druk en uh, vol. Ja. Dat uh, uh, daar marketing daar super belangrijk in is. Mm -hmm. ja, ja, ik zei het ik zei net al, directe en indirecte concurrentie. En zoals je net als je nu zegt van kijk ook naar Amerikaanse of naar de grotere streamers, dat is niet gelijk je directe concurrentie, maar daar kan je wel heel veel van leren inderdaad. En heel vaak vergeten mensen naar de, de vervolgstap te kijken. Welke concurrent heb ik nog meer? En uh, daarom, ja, ik, ik ga het weer even naar de traditionele bedrijfsvoering ja. voor de verduidelijking. Je hebt, um, normaal kijken mensen op vier verschillende lagen naar um, hoe concurrenten in, in de kaart zitten, uh, hoe ze zichzelf vergelijken met concurrenten. Dus um, heb je de product-form-niveau. Dat is dus waar we het over hebben, die de directe concurrentie. Je hebt de categorie, product category. Dus de categorie, dat is dan weer uh, streamen algemeen. Uh, je hebt de generieke, dus dat is echt de hele streamingwereld, oh. live streamingwereld. En je hebt dan de ja, budget, noemen ze het. Dat is dus dezelfde alternatieve dingen die ze zouden kunnen doen. met hun tijd in dit geval, of met hun geld als ze donaties doen, uh, in de entertainment industrie. En dan zou je kunnen denken van, ja, waarom zou ik naar Amerikanen moeten kijken? Omdat die, die zijn niet mijn directe concurrenten. Maar die hebben wel sterktes en zwaktes waar je van kan leren en waar ik lering uit kan trekken. En zelfs de uh, budgetcategorie, als je bijvoorbeeld denkt aan Netflix, daar kan je ook dingen van leren. Nu is dat wel ver van de streaming weg, maar kijk er maar naar en zet het maar, zet het maar in je grafiekje. Weet je? Dan, dan kijk je van, oh Netflix is heel goed in entertainment. Dus misschien moet ik daar iets mee doen. En dan kan je dingen leren zoals uh, hoe jij uh, misschien een nieuw thema doet wat nog niemand doet op de stream. Bijvoorbeeld uh, een podcast doen, doen mensen maar uh, Misschien spelletjes tegen elkaar spelen ja. of zo, weet je, in, in real life. En dan dat filmen en dat dan livestreamen. En iets interactiefs. Het zijn allemaal dingen die je kan leren in de entertainment industrie, die niet per se worden gedaan, nog door je directe concurrentie hele mond vol, maar. <laughs> nee, ik snap het ook wel. Ik denk dat het ook uh, en misschien voor de uh, middel tot grote uh, streamers is gelijk duidelijk valt het kwartje. En bij het begin denk ze eigenlijk ja. de eerste. En dat, dat is ons ding waar we ook op te zoeken van ja, Precies, waar kunnen we het best helpen? Zo. Ja, hoe ja. ver kunnen we nou eigenlijk zeggen van dat het lampje aan? Oh, <laughs> het klinkt een beetje raar, maar het, <laughs> uh, uh, het, um, We zijn al wat lightbulb, ouder. Misschien is dat het lightbulb ja. effect. Weet je, ik weet niet ja. hoe dat. Uh, Reka. Ja, op het moment komt van oké, okay, ja, uh, di dit is super helpvol voor me. Dit lijkt me echt wel iets wat ik uh, zou kunnen. Um, mm -hmm. En dat is een van de dingen die die concurrenten. Het wordt je makkelijk gemaakt. Het, 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 mensen hebben het al gedaan voor je. Uh, ja. Je hoeft alleen maar te kijken naar oké, okay, wat kan ik van hun overnemen wat mijn eigen leven makkelijker maakt. En misschien klinkt dat nu ja. spannender dan het is met al die uh, tips en tools vastzit. die we geven. Ja. Of vastzit, ja. Ik, ja ik, ik als zou... je vastzit en je denkt, waarom ja. gebeurt er niks? Waarom krijg ik niet meer viewers? Ja. Dan is, dit echt een, dan is het echt een moment om te kijken naar je concurrentie. En misschien kom je er wel achter, ik doe precies hetzelfde als al die andere mensen met tien, met tien viewers per keer. Ja, dan, uh, dan zou ik je bij mezelf afvragen hoe ik me onderscheiden? En dat is concurrentieanalyse. Zo simpel is het. Het is letterlijk van, van beginnend streamer, middel tot aan het grootste. Ja. Want het grootste is, is niks meer kijken naar onder en hopen dat je nog op de top van de berg blijft, want iedereen hm. vecht ervoor. Dus ja. dan ben je alsnog bezig met hoe kan ik beter worden, anders worden. En een van de andere dingen die ook is natuurlijk, is dat je niet voor eeuwig wil, uh, alleen maar wil streamen. Dus 8 uur, 10 uur, 12 uur per dag wil. Uiteindelijk wil je dat ook omgooien naar iets anders wat je op uh, offline uh, terug kan uh, vinden. En dat gaan we mogelijk natuurlijk nog wel later doen. Maar daar zijn dat perfect voor, want dan kan je het al bij anderen zien. Uh, wat de, de toekomstplaatje eruit ziet. Ja, precies. Dan, uh, dan uh, elke dag uh, 14, ja, 15 uur. Ja, even wat 10. ruimere kijk dan alleen maar... Ja. Die, uh, dat tunnelvisie tunnel idee. Logisch. Ja. Mm -hmm. Oké, okay, uh, laten we beginnen met uh, de samenvatting, denk ik. Alright. Alles bij elkaar gooien. Ja, dan gaan we weer. Komt-ie. Uh, de hoofdvraag hebben we vandaag over gehad. Hoe moet je uh, concurrentieanalyse doen voor streamers? We hebben daarin behandeld. Is het nou eigenlijk wel nodig? Aangezien jij niet de traditionele industrie bent. en mogelijk wat anders afwijkt van de normale uh, uh, bedrijven. En moet je jezelf zien als bedrijf? We hebben daar kort over gehad. Daarna hebben we het gehad over de beste manieren. Uh, jij bent vervolgens helemaal overgegaan over een stappenplan. Ga ik niet in de samenvatting doen, maar <laughs> hoor het anders terug. Uh, mm -hmm. Vervolgens zijn belangrijke dingen. Uh, waar kan je anders in zijn, beter? Waar kan jij je een unieke twist op gooien? En hoe kan jij uh, beter zijn in datgene waar jij denkt dat het belangrijk is? Uh, um, en hoe moet je goed afkijken naar de Nederlandse markt bijvoorbeeld? Daar kijken hoe hun met de chat omgaan, hoe hun praten over de game, of ze nou skilled zijn of entertainment. En uh, als laatste is, als je uiteindelijk naar de toekomst wil kijken, kijk ook naar de Engelse vorm. Kijk hoe hun website hebben, social media en eigenlijk alle dingen die jij wil doen in de, voor de latere vorm. Want ja, je kan beter uh, uh, goed geëld dan uh, slecht verzonnen en geef altijd je unieke twist daarop. Ja. Dat <laughs> was meer. Het, was, het, het, het is uh, een dan normaal, alleen uh, het was uh, even opratelen. Um, ja. Dat een, ik denk ook hier dat we redelijk uh, sommige dingen ingehouden hebben, omdat we die in een andere podcast kwijt willen. Ja, dat ook. En we zijn ook nog van plan iets, uh, iets op papier te zetten, waar mensen wat aan hebben. Dus dan is het wat uitgebreider en wat, dan is de stappenplan misschien iets duidelijker. Ja, ja. ik dacht daarom ik hem niet op, ik denk uh, dat... Ja, precies. Nog andere keer. Het is nu keer. kort aangehaald, maar misschien ja. ook met voorbeelden, want dat hebben we misschien een beetje te weinig gedaan uh, in deze aflevering. Ja. Hopelijk is het niet te droog voor iedereen. Maar we hebben <laughs> wat dingen aangehaald die wat handig zijn. stem is wel droog geworden op mijn keel. <laughs> maar in ieder geval belang, bedankt voor het luisteren of voor het kijken. Uh, hopelijk vonden jullie het goede aflevering. Laat even wat uh, um, van jullie horen wat jullie ervan vonden. Of mogelijk als er nog vragen over zijn of onduidelijkheden. Zijn we uh, bereid om er naar te luisteren en uh, zeker op te reageren. Ja. Uh, graag of uh, horen van jullie of uh, zien jullie weer terug in de volgende aflevering. Yes. Later. Ciao. Bedankt voor het luisteren of kijken van deze aflevering. Elke week vrijdag zijn er we weer te beluisteren of te zien op YouTube, Spotify of iTunes. Heb je zelf nog een brandende marketingsvraag? Stel die dan gerust.